Dus buiten inderdaad zo snel mogelijk van die 1,5 meter af. De horeca is inmiddels alweer een paar weken open. Maar het blijkt steeds moeilijker te worden om de maatregelen te handhaven. Zowel bij de gasten als bij de ondernemers neemt het draagvlak voor de coronaregels af. Het afgelopen weekend zijn er door de drukte meerdere boetes uitgedeeld en sommige zaken hebben de deuren alweer gesloten. Nou, we horen natuurlijk ook vanuit het afgelopen weekend dat het gelukkig weer wat drukker wordt. Het is mooi weer, dus dan zeker op straat was het druk. We zien dat er in een aantal steden dan nadrukkelijker gehandhaafd wordt. Dat vinden wij niet de goede zaak. Dus wij denken echt dat we nogmaals het kabinet oproepen om zo snel mogelijk de restricties op te rassen bij horeca eraf te halen. Volgens voorzitter Robert Willemsen van de Koninklijke Horeca Nederland zijn de regels niet meer uit te leggen en accepteren de bezoekers ze ook niet meer. Wij zijn 100 keer aan het uitleggen waarom dingen bij de supermarkt wel kunnen, bij het openbaar vervoer of in een vliegtuig. Want mensen willen gewoon niet meer luisteren op een bepaald moment. Dus we houden ons aan de hygiënecodes, dat doen de gasten ook. Maar als ze gewoon met 4 of 6 vrienden zijn, waar ze thuis met alles mee doen, dan willen ze ook hier op het terras bij elkaar zitten. Ja, die uitleg die kunnen wij gewoon niet meer geven. Ook de veiligheidsregio's hebben aangegeven zich zorgen te maken om de naleving. Wel geeft voorzitter Hubert Pruls aan dat het essentieel is dat de mensen zich aan de maatregelen blijven houden. Volgens de horeca moeten de maatregelen zowel binnen als buiten zo snel mogelijk versoepeld worden. Nou, wat wij echt voor pleiten is per direct de restricties van de terrassen af. Binnen is goed met elkaar kijken van kunnen we een stappenplan maken, bijvoorbeeld door het aantal personen al eerder op te hogen door te kijken naar in ieder geval 4 personen aan tafel binnen. Zodat we ergens in de maand augustus naar een volledige openstelling gaan. Dus buiten inderdaad zo snel mogelijk van die 1,5 meter af.